Hello guys, welcome to this NASCAR iRacing Series race at Chicagoland Speedway. It's the first time I'm racing here with the Cup car. Qualified pretty good. 30.293. Can start 4th. Once again my goal is top 10. I hope I'll stay out of trouble. Have fun. Fun watching. I know I'm gonna have fun. I hope. Een warm-up. Dat nummer. Startpositie 21. Startnummer 18. Hallo, Sof dan. Ja, dat is meestal wel hoge Sof, ja. Ja. Ja, ik weet niet van Simon, die pikt ook lekker aan. Ja, het is dan wel high rating. Richting de 8000. Je hebt de holy shit. Je hebt altijd zo'n gast, die heet Jay Goodwin. Ik hoop dat hij eens wint, dan kan ik zeggen, hey Jay Goodwin. Go high, go high. Wat? 30.477. Jay Goodwin, en hij hoopt dat hij wint, dan kan hij zeggen, hey Jay Goodwin. Clear, clear, clear. Outside. Still there. Still there. Clear, clear, clear. Ieder Yuki Huda. Dan gaan we toch als meer Japanners. You sit in those setups where you have to overdrive it to prevent it getting loose. Ja, inderdaad. Inside. Ah, gaat die... Clear. Gaat die vlak voor me naar links? Ja, yeah, you let it settle and kind of get swirly. Echt jongen, nu rijd ik gewoon op mijn sloffen 4-5. This is gonna be a tough race. Oh, dat wordt een fijne pit in die hier. Outside. Coffee. Clear, clear, clear. Screw that, I got my NOS energy, I'm good to go. Outside. Clear. I had to miss Thursday's race, so being in a championship run here for the second division, I need a good race. Same here. I'm trying to fight, stay in 7th place in Division 3. Klinkt dan toch net iets minder indrukwekkend, hoor. Oh. Ja, weet je. Die Justin die praat gewoon graag, dus ja. Een rottige pit-ingang of niet, Neil? Ja. Nou, slechter dan Atlanta kan niet. Well, I race with Mike Kelly and Lionel Calisto, and Mike got 280 points on Thursday. Wow. 180 punten. Dat is echt veel. Yeah, you ain't gonna get this winning this race. I wouldn't think anywhere near that, would you? 10 races gereden of zo? No, I don't think so. I think winning this race will probably give you about 160.
160 punten in deze wind? Nee. 202. How do you know? Romeo. Finally got around to building a calculator. That's cool. Gooit hij nog een halve eiling bij elkaar? Oké. What's the strength of field in here? My range like 3,000. 3168. Even with there only being 79 total drivers that signed up for this race. Top van 3100. I've only been in like plus 3,000 in the rolling out my third one. I've been here for a year and a half. Ik snap het alleen niet, als je zo graag de divisie wil winnen, waarom kwalificeer je dan niet? Hey, good luck everybody. Have fun. Ik denk dat ik kwalificeer als jou. Dat zou kunnen. Good luck al. Good luck. Wop. Onbekende namen om me heen. 133 laps. Long race. It's minor P's and Q's, hopefully. Hope Chevrolet's on me. Yeah, everybody take it easy. Yeah, it'll happen, I'm sure. We'll go green here. En drie splits trouwens. Yep. Ja. Ik kan finish wel. Ja, die komt van die Chevy is vet. It is top split, so maybe we'll get a good green flag. Dat vind ik voor het mooie, maar dat komt door de Aston Martin neus. Ja, de neus van de Ford is mooi. Let's hope. Komt van het, ja, jammer hè. This setup's a handful though. Woo. Gotta admit though, it's fun. Ja, voorzichtig met de start, Roy. I thought last week's setup was worse. Ja. In de vorige race waar ik reed, kon ik nog net twee man voor mij ontwijken bij de start, waarvan degene people in de binnenkant. Atlanta's setup was worse. That one was real fun. Ja, moet even rustig op het gas gaan. Oh ja, that's what I was thinking. Richmond wasn't so bad. Ik denk dat ik weer een beetje naar achter ga zakken. Atlanta though, man. Als ze voor me crashen en ik blijf een beetje uit het probleem, dan stijg ik weer een beetje. Ja, maar jij hebt maar twee auto's of drie auto's. Ja, with a good setup, Atlanta can be pretty stable. De vorige keer zette jij ook en toen kwam je ook weer terug. Ja. I just think that the setup depends on driving style, and whoever set that one up prefers to be driving it with the throttle. Bit a bit not shake it. Okay. I like this steer with the steering wheel. Rustig. Okay, success, jongens. Thanks. Here we go. Alright, boss man, pace car's off. Be ready. Green light. You're behind the pace car. Inside. Inside is clear. Inside. Still there. Still inside. Green car low. Still there. Clear. He stopped. 1.631. Point
6, 2, 7. Wow, Dennis the Mutskin. Dennis Mutskin. Yeah, I changed up a bit. Nice save, Jacob. I think this is a weird oval. Something on me? Luck. Jacob. Nah, thanks, I don't. I hate this track. 31.012. Oeh, rustig hoor. Ja, ja, die gaat achter, maar die gaat wel een zetje. Ja, ik zeg het. Is de Honda. This is a cluster help. Cluster up ahead of me. Still there. Clear, clear. 31.247. Good job, man. Keep on him. He's gonna fade. Yeah. Gotta ride it like you stole it. That was very loose. 31.24.
1.381. Gewoon geen vol gas kunnen geven, de rest. Nou ja, die draaien overgedeeld. Dat je bang bent. Ah, bad. Inside, clear. One inside. Still there. Still there. 31.407. De auto begint los te worden bij turn 2. Yep. Nou, als ik niet binnendoor kan, dan maar buiten langs. Ja, ik zag dat netjes. Laat ik iemand mee, dat doet het. 31.342. Thanks, Ricky. Ricky Boos. And you know, thanks Ricky or thanks Ruby? Ricky Bubby. Ricky Bubby. 31.286. Geen gas geven voor de apex hoor, dat heeft helemaal geen nut. Drie schermen klimmen. Nee, dat kan niet.
31.245. Hello. Boy, blijf even kijken. Ik denk even kijken waar Neil rijdt. Dan krijg ik de snelste ronde. Oh, oh, niet op deze kant. Oh, oh. Je Honda, dude, die is wel echt snel, man. Ja. En ook al Honda's, jezus. Hij rijdt... Zijn er nog mee hoor. 31-2, 31-1, 31-2, maar hij komt daar nog even toe heen. Nou, dat is best wel snel. Hij rijdt gemiddeld denk ik een beetje langzaam. Simon rijdt niet op dat soort tijden. Een halve tank gebruikt. 56 rondjes op de tank. Nee joh, nog meer. Nee, niet 56. Maar klopt nog wat jij zei. Zeker, jij fixt wel 50 rondjes zeker, Dennis. Yep.
base is bad. Ik had net 1,5 rondje, 1,5 inch. Side clear, outside still out there, clear, let him go, he's faster than me. Schrok je een beetje, Dennis, of? Ik moest behoorlijk in de ankers, ja. Ja, ik rem daar misschien een beetje te hard. Beetje te vroeg. Als je van buiten naar binnen gaat, dan kom je in een soort van kuilval, ja. En dan rem ik vlak voordat ik de witte lijn raak. En heel lichtjes. Ja, ik ben even aan het zoeken. Go. Thank you, sir. No problem.
gas. Die gast die voorop rijdt in de groep, die heeft echt het beste van zijn banden gehad. And is going off sync, out sync, or in sync. Nice and smooth, we'll get it back. Ooh. Just a heads up, Ricky, I got a gaggle of cars up in front of me that are battling each other. Bidding in this lap. Can you bomb out of the lap? We're right behind you, Dennis. Ricky, stay high, stay high. Me and the 13 are bidding. Death's life. Yeah. Nice save, Dennis. Pit. I'll give you the low side, Simon, if you want to come out. 16 bidding, 16 bidding. Number 4 is outside. What the heck number am I? 12. What was bidding? Still outside. Clear. What's the number of my car? Used to league race. Number 19, merging on the backstretch. Oh. Whoa, grip. Nice. Zo, Dennis, Jesus. Go ahead, man, go ahead. Go, baby. Stuurt hij in één in dan? Ja, hè? Oh, we terug een stuk, hering. Outside, right outside, one wide. 11 car pitting in, front of the leader. Inside. Still there. Clear. Working the bottom, inside clear. Pitting. Clear.
Go high. Go high. Sorry about that, Julie. Ja, misschien hebben we te voorzichtig gedaan met de pitje. Holy shit. Beter dan dat je 15 seconden moet wachten. Inderdaad. Rechts, rechts voor, 61%. Leaders off the road. Ah, doe ik het zo slecht niet. Ja, 62, de meest rechtstalletje 62. Middel is 58. Ja, mijn meest recht was 64. Outside. 68. Still there outside. Op zich wel behoorlijk. Ik heb ook rustig aangedaan. Hè. Clear. That's a good job. Dit is een kiep. De Honda rijdt nog steeds. Die heeft hem niet gepikt. Good job, man. I don't know how many you passed, but you're going the right direction. Oh, nu gaan we. Nou, gaat u de pitch. Ja. Hij verloor dat echt tijd, hè. Daarom ging ik ook als eerste naar binnen, man. 20, he's gonna fit. 20 fit in here, Roy. Ik verloor gewoon 14 per rondje erin, man. Goedemorgen. Inside. Oei. Goede vogels. Still there on the bottom. Goedemorgen. Ronde tijd van 31.9. Still there at your door. En? Still inside. Clear. Doe het in de meeste. Oh. Lekker dicht bij elkaar. Stay high, stay high. Oh, nee. Ik heb er niet al de hele week. We zitten allemaal binnen 30 seconden van elkaar. Nice run, Ricky. Doel zit nog in de... Diepere, niet weg. Altijd positief zien, hè. Volgens mij heel het geluid. Leider is, die zit op 2,7 seconden voor. Dank u. Nou, die is nog niet binnen. Volgens mij is het geluid een beetje hard. Ja. Ja, oké, okay, dat is goed. Het is nou weer in de video. Even kijken. Leader pit road. Jullie kijken in game? Ja, ik zit waarschijnlijk in game. Keep faster, man. I keep telling him. I'm working up here. Nice. Inside, you're gonna have to call it. Clear low if you need it. Ja, je weet het. Ik dacht dat ik Victor hoorde, maar... Nou ja, zeg. Nee, nee, nee. Ik dacht dat ik Victor ook hoorde. Coming inside for three. Oh, wacht. Ik hoor. Ik heb het geluid van Hackett stilzetten, want daar hoor ik TeamSpeak ook niet op. Ja, met vertraging. Inside. No problem. Inside only. Ja, ik kijk in de game, dus het is rustig. Clear, you need it. Ja, ik heb alleen een password chip, dus ik kan niet in game kijken. Oh, dat is geen password. Password. Ik ga gewoon naar de events. Ja. Kijk gewoon op mijn naam, watch now. Ja. Oh ja, nou verstaan we het wel. Ja, en dan watch it nog bij. Laat ik eerst heel even mijn update van Death World even afdraaien. Maar dat is echt, jongen, dat prikken dat is zo vervelend, joh. Dan gooien ze hem er heel erg ertussen en dan... Oh, het is die gast ook gewoon. We hebben een broer van Johnny en die, denk ik. Ja. Ja, dan gooien ze hem heel even naast en dan remmen ze even niet en dan zo, oh, dan ga jij even bij. Dan, ja, dan pak ik hem. Dan moet ik hem al een paar keer zien. Nummer 1, is die nog niet naar binnen geweest? De Erik. Ja, lapt hij maar nou, hij lapt nog wel. Hij lapt.
autootje die natuurlijk super strakke lijn heeft. Dat is absurd. Ja, dat is... Ja. Verschil van I-rating van 8000 en 3000. Ja. Dat doe ik hem over de baan uit. Dat hij wegloopt van de auto. Nou, dan ben ik ook even geen vergelijkingsmateriaal. Maar... Oh, wat verdomme joh. Dit is loose nou. Oh. Water. Dat stuurt daar best goed in die foto. Nou ja. Dank u Jacob. Dank Jacob. Dank u Tyler. Whip that thing, whip it. Outside, I'm off yellow, track. Yellow. I'm off the track. The road is closed. Fuck, the Ugnotic. Right, you're gonna have to come around. Excellent run, gentlemen. Excellent run. Six lap. Oh, no. Oh, yep, yeah, sorry. It was stupid. I was trying to... I'm going to be behind the 15. Didn't kijk what the winner. I see the winner. What's the caution? Don't spin. I'm going into one, being an idiot and trying to make change my set up my next pit stop. Driving with one hand. When are you coming or what? The replay has you on 200. Trying, I knocked you pretty bad. Was ik de pitching guard, dan krijg ik natuurlijk overtaking on the yellow, of niet? Get behind the 15. Ja. Ik ga het gewoon even gokken en ik ga niet naar binnen. Deze caution had niet goed voor volgens mij. I really want to get back on the lead lap, but I don't think it's going to be worth it. Well, if you don't think it's worth it, why don't you pit? Ja, ik dacht ook dat hij niet zou komen. Maar gelukkig kwam hij. The way I look at it, you can't make it from here to the end anyway. If we run like we did before, then we'll be fine. And if we don't, then we get the caution we need, so. Yep, that's a good point, alright. No, you can net redden vanaf hier, joh. The way I look at it, if you don't feel safe out here, and you want new tires, now's your chance. No, Jacob, I'm not bidding. I'm giving you a spot. Where are you at? Are you lap bound? They made it deep. I'm in 23rd. Are you lining up behind the 7? Nope. Ga je daar binnen of? Let's just say, I was flirting with the apron and she doesn't like me. Yeah. Yeah, I got the first hand action or feet. Some of that. Volgens mij... Als we groen blijven, hoef ik niet meer te pitten. Als we niet groen blijven, zou ik nog te pitten. I have no seat time practice here at this track. Iedereen gaat naar binnen. Alleen ik. 66 te gaan, hè? Too bad, man. At the end of that green flag run, man, I felt like my car was getting really good. Ja, inderdaad. F1 staat 66. When I made my pit stop, I really wanted to sit there for an extra 15 seconds. Dus. Volgens mij 66. Ja. Lekker Dennis. Die zou nog één keer stoppen. Kan wel beginnen met 7 nou.
Die had sowieso niet moeten pitten, hoor. Ja, dankjewel voor de tip. Ja. Hé, hey, hoezo? Ja. Je ligt de ronde achter. Je gaat toch niet de pits in? Ik denk, ik vraag het even. Ja, het grootste voordeel is dat als ze snel nog een caution krijgen, dan zal waarschijnlijk weer iedereen naar binnen gaan. Nou, ligt aan hoe snel. Leggen wel helemaal achteraan het veld nou. Ah, tiende nou. Caution komt wel goed gewoon. Dead caution. Dat geouwe hoer altijd. If I hit the wall hard enough, the car will flip over the wall and end up in the garage. Coming one to go, bossman. You'll be outside. Line up behind the six. Behind the 16. Wat doe je bij elkaar? Na die pitstop ging ze zo slecht bij mij. Ik had weer moeite om weer in mijn ritme te komen. Goed. Duurt altijd even. Ik merkte wel, jongen, als we weer zo'n lange groene stint krijgen aan het einde, dan blaas ik iedereen voorbij. Dat groepje waar wij zaten vlak voor die pitstops, dat was echt gewoon 14 per 100 langzamer dan wat ik kon. So, where's space car, please? Backstretch. Checking up going into 3. Nou, ik heb eigenlijk niks gewonnen door alsnog de pit, of niks verloren door alsnog de pits in te gaan. Ik heb 14 plekken verloren of 10 plekken verloren. Later man. Double check your steering wheel. Good luck at your seatbelt. Wat is vaak. Double check your seatbelt. Good luck at your steering wheel there. Make sure everything's okay. Got the spot. Hey. Daar gaan we. Hey, car sound, be ready. Green. Alright, looks like you're gonna be lining up behind the space car. He's about playing it in the wall now.
need it. Yeah, I'm all over the track. Go. Woohoo! Damn! Emerging on the back stretch, coming out of the pits. Ja, het moet gewoon een hele lange green blijven. Dan moeten die gasten achter me die niet zijn gepit, in ieder geval allemaal nog een keer naar binnen. En dan moeten gelijk een yellow komen. Nice day, Robert. Holy shit. Zo. Mijn auto is even een partijtje loose te nemen. Inside, Doc. Even een rondje iets rustiger hoor. Achterbanen afvoelen. Ah, je kan in ieder geval wel over de apron in het draaiovel. Thank you, sir. Sure, this is not my best track. Good old Benjamin.
Man, they look like they're racing hard up there. Go low, Simon. I'm gonna go low. Caution. How is your forward drive there towards the end of that little run we just did? They're stopping the front stretch here from start to finish. Don't move an inch. Het scheelt ook niks. Rolt hij de baan op en trapt hij de rem niet in. Go 22. Sorry about that. We got loose. You'd be lining up behind the 7. Thanks for holding your brakes there, guys. Let's go, guys. Where is pace car? Oh no, what the fuck. Should be starting behind the 7. Denko. Open. Can line up behind the 7. Even bang dat ik achter de pace car moest blijven. Check it up in 3. 17, yeah. Let's go! Ik moet niet pitten nu, dat is wel kut. Ga mijn rondje weer terug. Are you still in the game here? Iedereen redt het nu qua fuel, behalve ik. What happened to the 17 car? 17. Just gave me a black flag, guy. Oh, Boomer, I hate this. He was entering the pit. He's in the pit. Chairman, he's a good guy. Making good time on this race. Having fun. Nou, dat is niet mijn favoriete baan, dit. Nou, op zich ging het wel. Heel irritant, ik kwam achter jou en ik had het idee dat ik sneller was. Maar daardoor kwam die gast achter mij en mij ook ineens voorbij. Daar heb ik wel vaker last van. Dan denk ik van, ja, ik krijg een mooie run op diegene voor me en dan zit ineens iemand anders in mijn nek te hijgen. Als ik jou langslaat, dan kom ik niet in de chase. Oh, nee. Maar misschien kunnen we daar wel wat over afspreken. Dan kom ik niet in de chase. Dat dan. Ik heb van mijn vorige sponsor heb ik nog wel wat pakjes ijs liggen. Misschien kunnen we een deal sluiten. Had je niet meegekregen, hoor? Nee. Ja, Clint Boyer die had opzettelijk een kaarsje veroorzaakt tot spinnen. En... zodat zijn teamgenoot in de chase komt. Oké. Amen to that. En ja, gisteren had ik wel wat over gehoord, maar... nou, ze heeft het hele team strafpunten gekregen en zo. Maar nou zou Joey Logano en nog iemand ook... die zijn nou onder probation, zeg maar, omdat die ook radiocontact hadden om elkaar af te spreken. Langs te laten en zo. Dus. Leuk sporten. Ja. En nou zit Jeff Gordon ook in de chase. Allemaal in de chase. Met de truck on. Tom, we moeten allemaal spissen. Dat moet je zelf doen. Goed. Dan ga ik mijn top 10 erin. I take quick power break. Ja, ik. Eigen schuld, dat is nog veel jammerder. Schade, Dennis. Man, my frame rate. 8 seconden. Go to shit. Okay. All of a sudden here in turn 3. Gepit, alles gerepareerd.
hoef ik nou niet meer, in ieder geval geen benzine meer. Turn 3 or turn 4 when it's starting to draw the grandstand? One to go. You're on the outside, my man. I'm not sure. Hang it out. In ieder geval blij dat iedereen eromheen heeft gereden. You got triple monitors? No, but I am running pretty high anti-aliasing. Negentiende. Nou. Ja, ik lig 23ste. En ik heb geen verse banden en Sorry, I'm running adaptive V-sync and it helps me out a lot. Nog één kortje en dan zou je dat wel helpen. Ja, over 20 ronden of zo, want dan, als het nou meteen kortje komt, dan hoeven we niet de banden te pakken. Ja, maar dat maakt niet uit, dan kan ik maar dan kan hij de lead lap kan ik naar binnen. Oh ja, dat is wel waar. See if we can go green the rest of the way. Het zou het mooiste zijn als hij nou gelijk kortje gaat. Ja, nou, laat iemand zich opofferen. Dennis? Je hebt toch al schade. Nee, ik heb nu geen schade. Nieuw. Als je de voor hen eentje pakt, dan is het... Nice big deep breath, here's the great arm. Als ik ze alle zeven voor me pak... alle zeven tegelijk. Pas heet in die cockpit, hè? Ja. Mijn arm jeukt. Pace cars off. Be ready, do your thing, boss man. Be ready. Green. Inside, inside. Inside only. Clear if you need it. Ja, gast, ik heb geen nieuwe banden. Coming inside, Tyler. Dat is Herman Vander. Oh jee. Veroorzaakt er altijd wel in. Herman Vander, die kan dat als geen ander. Ja. One way to move someone out of the way, Don, just give him a bump and run. Yeah, I didn't actually mean to, but... That's all good.
lang zijn die races dan? 132 rondjes. 133 rondjes. Oké. Okay. En hoeveel rondjes moet het gaan? 100 rondjes. 130. Onder de bike. Oké. Okay. Wow. Dat was een spannende move daar net hoor. Ja. Hij is binnen door. Hopefully no damage. Scaring me there, Tyler. Well, that ain't gonna make it any better. Let's go! Caution. It's all on you, man. It's all on you. You can make the call here. Pit road is closed. Line up behind me. Man, that was weird. That was a weird place for that to get loose like that. Got it, boy. Yeah, here, I got full in my take. Oh, that's bad. I can left on the links. Who was that? Ik heb geen idee, volgens mij die Chris Ipens. Chris Ipens. Chris Ipens was het en hij bleef iets te lang op zijn gas staan daar en hij stuurde wat raar. Wat plant, weg wat niet. Oh. De pace car, man, come on! I have to stay behind Roy, I can't overtake. Come on guys, we have a lagging back here. Checking up in the three. Hey, you can't just drive like it's a Sunday afternoon back there. You gotta catch up to the pace car, guys. Yeah, that's part of the NASCAR. I know you guys are probably oval, road guys, but you gotta learn the rules here. Come on. That's ridiculous. Domme. Oh, zeker. Je hebt gewoon enorme schade, dan kan je toch niet harder. Jesus Christ, someone backing up on pit road. Is that you, Alistair? Required repairs 2,4, optional 7,58. Windshield okay, bud? Come around 23. Ja, 7 minuten 58. Ouch. Ah, het was wel een rare plek om te spelen, zeg. Ja, maar... Maar neem mij gewoon mee. Even zeggen wanneer ze de pace car bij de pit entry is. Ga nou in 3. Voor mij is hij dat al bijna. Zo. What happened, Hancock? Zit er nou in 3. 4. Kom nu bij de pit entry. Ik heb mijn stuurtje ondersteboven vast. Ik denk dat dat genoeg zegt. Haal je hem eraf. Dan draai je hem om, zet je hem eraf. Ja, inderdaad. Yes. You survive. Oh, check it up with the exit for.
Gotta keep paying attention. Ik moet wel onthouden dat opschakelen links is en terugschakelen rechts. Ik zou hem gewoon parkeren als ik jou was. Ja, dat gaat er niet doen, Jeroen. Of met je voorbanden op de apron rijden en de achterband op de baan. Dat I will admit though, Tyler. De ene gast. You're giving me a good run. You were giving me a good run for my money though. Die auto stuurt gewoon niet meer naar rechts. Nee. Oh, dat scheelt. Yeah, I had a couple of bad corners, so. Ik ga zo. I didn't want to give it up because I felt like I had more speed than I was showing. Dit kan niet, joh. Going to be tough to stay in the top 10. Ik had vlak voor die Porsche maar een mooie actie op die Justin. Ja, ik ging als maller, liep in op voor. In bocht 1 en 2 dook ik aan de buitenkant langs en ik was er voorbij. En echt op het moment dat ik er net voorbij was, kwam die caution. Cute. Way to hang in there, Tim. Ik had het voor jouw spans, want you have to do it, you know. Kun in de laatste rondjes in Roy. Thanks. Jammer. Ja, ja. Leer moeten oefenen, had ik er niet gereden. We zien elkaar morgenavond in het geval. Hoi, hoi. Hoi, hoi. You're a good man. Zo gast die dan begint van met dat rood racen. Iedereen die hier rijdt heeft gewoon een hogere rijrating als... Wat is het, 1500 of zo? You will be in the bottom this time. Boy. Hey, I'm on the bottom. En bijna iedereen heeft gewoon een A-licentie. We meet again, Tyler. Ik kan nou gewoon dit keer de rechte lijn wel gewoon als het groen wordt. Ik kan nou toch gewoon als je aan het repareren is. As long as it doesn't result in you giving me the bumper, I'm fine with it. Stop. Wat zeg je? Als je aan het repareren is, kan ik toch gewoon op escape drukken om te kijken wat er gebeurt. Nee. Nee. Nou, dan ga ik wel even naar de wc. We zijn nog niet zoveel uitvallers, dat is een beetje jammer. Let's see if we can go green the rest of the way. Voor jou. Ik denk dat ik maar een stoma ga aanschaffen voor dit soort races, want... Laatst begint ook een beetje op te spelen, gelukkig nog maar... Kinetic clean out real well, get ready to go green. Hey, scars off, be ready. Green. Get behind the pace car. Outside. Still outside. You're clear, clear. Outside. Clear, clear. Sorry gezegd, dat ik mijn race van Rost heb. Ja, ik ben goed. Gaan we gewoon kijken.
keep hanging in there, my man. I got 20 laps to go. Ooh, that was a good start. Oh, zo voor je, Dennis. Wat een zeep, tering. Ik dacht wat zo heet zijn. Oh, spin. Low one on the bottom. Podcast. Sorry, Matthew. Very sorry. So good job, bud. Tell me whoa, what you got quickly. Dennis. Christine, get that toy from check that it guy up in the so front. He couldn't bother me. I'll sign it here. Close. Sorry about that there, 13. They were checking the up in front of me. I had to stop to keep from hitting them. You're going to be lining up behind the two. Great heads up, Ricky. Nice save in the trial over there, Tyler. Whoa, that was close. Yeah, that was more interesting than I wanted it to be. Ah, twee banden? Eén banden? 17. Vier banden. Wil jij twee banden proberen? Ja, nee, ik weet niet. Geen goede ervaringen mee. Wat dacht je van geen banden? Sorry if I checked up too much there, Dom. The road is open. You're good. Ik weet het niet. Oeh, lastig. So I take it everyone else is gonna pit now. Als iedereen naar binnen gaat, is het natuurlijk wel de moeite waard om een gokje te wagen. Wat kan ik verliezen? Behind the safe car. Oh boy, a couple cars stayed out. This is gonna get interesting. Got nothing to lose from P14. Ah, vier banden, meeste pakken vier banden, gelukkig. Ga je het gewoon... Dennis rijdt op kop. Oh jee. Ga je er gewoon voor, Dennis? Tuurlijk ga ik er voor. Ja, nee, ik kon net kon ik gewoon iedereen bijhouden zonder nieuwe banden aan. Was ja, een nou zit er wel een verschil tussen de mensen die rond P20 rijden en rond P1. En mijn ervaring is dat... Looking at the wear. Maar dat was... Wel veel meer rondjes, want we hebben nog niet heel veel rondjes op deze banden gereden hoor. Oh, nee. En je hoeft er nog maar 14. Daarom. Ja, tegen de tijd dat we gaan hoef ik er nog maar 12. Ik heb toch maar 4 banden gepakt. De meeste pakt ook 4 banden. Je bent wel echt veel sneller. Voordeel is dat ik vanaf vooraan mag starten, dus met een beetje geluk heb ik een klein gaatje dat ik bocht 1 in duik. Ja, die twee gasten achter zijn starten met 22 en 23. Ja, die kan ik hebben. Nou, die 22 is wel ongeveer even snel. Die is wel snel. Dat is waarmee ik
waarmee ik in contact kwam, maar bij die tweede caution. This is going to be interesting. Some people took two tires, some people four. Some people at the front took no tires. But you can't win unless you gamble. I took four, just for safety. How many played out? Three. How many took two tires? I think two. But three. Yeah, so it's the Simon, Julian. Just watch, there's gonna be a big one, I guarantee it. Die kan ik niet bijhouden. I took mine. I went into the pits in 11th and came out 7th, and 3 people stayed out, so I ended up really passing 7 people there. Hey, luck to go. Als ik golf had, had ik zeker niet gewonnen. Nu lig ik eerst. Nee, inderdaad, nu lig ik eerst. Nu heb je laps, lead laps. Precies. Bonus punt voor leading lap, hè? I think we're gonna be 3 wide before turn 1. Nah, there's plenty of room before turn. There's also an apron. Out of tarmac there. Is there really plenty of room, though, if 2 lanes have cars that are completely sideways? I was just about to say, how many can you fit when they're horizontal? Ba-zing! More like how many can fit when they're vertical. We're gonna have a big one here. That's why it's good to be on the front. Even with all tires. Christian, be ready to back it down in case they start wrecking. I'll think about just using you on a bowling ball. Rock and roll here, man. Look at your switches there, so you understand what you got. Oh, dit is echt spannend. Gewoon echt 3 verschillende strategieën gewoon bij elkaar. Boss man, you know what time it is. Ready, green flag. Woo-hoo. Inside. Still there, quarter. Clear low. Rewind over that. And spin. There they go. Alright, save your stuff, save a little fuel. The road will be closed this time. Yep. Everybody in front of me, your car is leaking oil. I think you should pit. Sorry if I scared anyone on that first part. I think you scared about everybody. Yeah, I was waiting for that to happen. Those old tires got slippery on restart. Oh, yeah, and now right, number 22 and number 8 going out. Well, Christian, at least it happened in front of us and they went down to the press. Oh, what? Oh, nice retaliation there. Motherfuck, I didn't think it was gonna bring out a caution, it was off the track, kinda. I was hoping it wasn't going to, but it did. What gebeurde er? Wat een motherfuck is. Hij rijdt hem zo de muur in. Wie crashte wie eerst eigenlijk? Nummer 1 die draaide nummer 22 om, maar dat was de crash. Ja. En nou rijden ze in de lap, zeg maar, naar de pacecat. Ja, dan maar we en dan stuurt hem zo de muur in. dat is die Simon, de ramp die eruit. Die is klaar, ja, nu. Ja, die is zeker klaar. Stuur het out. I don't think we're going that far. Oh, I guarantee there's going to be another pileup. This probably won't even be the last restart.
Was het dan niet uit? Zie je goede gok, Dennis? Ja, I know, that tower strategy is really paying off now with that caution, man. It might happen now. Get restarted, pile them up in turn one, and then have a two to go restart, and then really just destroy everything. Good way to end a clean race. It doesn't have to be that way. True. But that doesn't mean that that isn't how it's going to happen. Oh, it's happened. There was some pretty intense blocking going on into turn one on the last restart. Yeah, I saw that. I was surprised that we made it to the backstretch. The road is closed. Like somebody was in there on the apron there, up front. And they were three wide almost at the start finish. Yeah, I saw three cars hugging each other going into two. I saw some blocking that Tony Stewart would have rolled up in his scooter and punched you in the face for. Yeah, that's pretty stupid of you, Simon. I gotta admit, that's really dumb. Die Leonard is wel een beetje een zeiker. Als ik het zo hoor, dan had ik eigenlijk wel een tirannade aan scheldwoorden over mij heen kunnen krijgen toen we rondgingen. Dat viel mee. Ik ga nou gewoon vier rondjes groen houden en dan crashen achter mij. Ja. Als we nou meteen caution krijgen, dan zit je wel goed. Als ze nou groen blijven, dan zit je bij genuit. One to go. Could be on the inside here. 7 lap shootout. Negative. Turn one hero time. Leroy Jenkins. If you dive down there, you can take the lead at the same time. New gun over the apron. Well, I've been saving my push to pass, and I'm using it this restart. If the wreck space, all I am. Met op nieuwe banden, of twee nieuwe banden, ik weet niet hoeveel, naast me en oude banden achter me. Dan voor. Take no responsibility for my actions. Dan voor, 7. Get your twitches and stuff where you need them. If you're going to die, first yell YOLO please, so we know. YOLO! Pace cars off, be ready. Green, 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 green. Outside. Still outside. Still there. Door outside. This is not fun, this is not fun. Still out there. Still outside. All clear. Outside. Still there. Still outside. Still there, door. Oh, dat is zo irritant. Zet van schrijfmoe. Freight train. Still there, door outside. All clear, my man. 5 to go this time.
inside. Maar dacht je niet dat ook in je koel? Still inside. Still inside. Still there. Still inside. This is not cool. Clear low. Inside, inside, inside. Still inside. Still there. Still inside. Still there. Two inside. Still there, man. Still there. Inside, inside, inside. One only. Still inside. Clear low. Nice, Dennis. Jeez, Neil. What a save. But three wide after you. But a lot of damage. Two more, let's go. Damn it. Inside. Still there. Clear. Woohoo! In the wall outside. Yeah, baby. Caution, caution. Nice, Dennis. How about damn it. Pressure, temperature right there. The road is closed. Thanks, Julian. Get behind the 17. That caution is working out okay for me, thanks. Get behind the 17. And sorry for the contact, Mathieu. Really sorry. You'd be lining up behind the 11. It would be nice if you hold your brakes. Get behind the 23. Coming to the white flag. Yeah, I know you did. Alright, looks like you're going to be lining up behind the 7. Bummer. Alright, it wasn't 10. Alright, looks like you're going to be lining up behind the 23. That's the strategy paid out. Whenever made it top 5 before stopping the tire. I don't know, I'm in a day. Brody, hoping. So. Hey, you did a good job there. That's strategy. Well done. Didn't put fuel in the last two stops, and it's not a lot better. Car stopped up here, guys. Car stopped. I don't know why. Oh, he's gone now. What was he, a lead lap car or lap down? Leg of Dennis. Lap down. Lap down. And that was stupid of that guy to just stop right in the middle of the groove. What are we all stopping for here? Behind the 23. Oh yeah. Hey, let's go. Well, what are you doing here? Race and over. Misschien nog wel belangrijker. Zou het gelukt zijn? 45 i-rating? Oeh, ja, dat denk ik wel hoor, Dennis. Dat denk ik ook, hè. Ik heb er ook een paar van mij. Thanks. Nou, I'll take another 12th place finish. Second this time. Come back. I got 6th after running the first half of the race last. Right, I that's a beautiful example of letting one mistake turn into a bunch of mistakes. Yeah, that was actually a good run in the first 63 laps. Good clean racing. Well, thanks for watching.